Een variabele is een opbergplaats voor data. Tijdens het runnen van een programma kun je de waarde van de variabelen aanpassen. Je kunt een variabele zien als een opbergbak. Je hebt verschillende types variabelen. We bespreken nu twee verschillende datatypes. Byte en int. In een variabele van het type byte kun je getallen bewaren tussen de 0 tot en met 255. Voordat je een variabele kunt gebruiken, moet je deze declareren. Dat betekent dat je aangeeft wat voor type variabele je gaat gebruiken en welke naam je de variabele geeft. Ik geef een variabele van het type byte de naam led. Je kunt de naam van een variabele vergelijken met het plaatsen van een label op een opbergvak. De volgende stap is het initialiseren van deze variabele. Dat betekent dat je de variabele een waarde geeft. Bijvoorbeeld het getal 6. De variabele met de naam led bevat nu het getal 6. Tijdens het runnen van een programma kun je de waarde van een variabele aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld de 6 vervangen voor een 7. Wanneer je grotere waarden of negatieve waarden in een variabele wilt bewaren, gebruik je de int. Dit datatype kan zowel negatieve als positieve gehele getallen bevatten tussen de min 32.768 tot en met 32.767. Wil je bijvoorbeeld het getal 20.000 bewaren, dan kan dat in een variabele van het type int. Een variabele kan in principe maar één waarde bevatten. Ik declareer de variabele int met als naam rekeningssaldo en ken de waarde van 1500 toe. Ik kan een programma schrijven dat steeds een waarde van 100 aftrekt van de waarde van de variabele rekeningssaldo. De waarde verandert van 1500 naar 1400, naar 1300. En na enige tijd heeft de variabele de waarde 0. Later verandert die naar min 100, min 200 enzovoorts. In de volgende video laat ik zien hoe je een variabele praktisch toepast in een programma.